Kibbel. Vol over je zaga. Over mijn zaga? Zaga. Noem me normaal, maar niet over mijn zaga. Even over mijn zaga gaan. Godverdomme. 0. 2. Red je niet met de geluksdubbelblok? Weet ik. Actievakje ook niet. Nee, dat wilde hij ook niet op het actievakje, denk ik. We hebben ook een lucky space. Dat snap ik wel. Hij voelt zich lucky. Speler de Valsels. Speler de Valsels? Ja. Le Valspeler. Oh, niet op een lucky blok. Ja, dat is de Golden Warpipe. Wat? Ja, deze is je aardig vroeg. Wat een onzin. Dat je zo wil winnen. Oh, fuck off. Ze krijgt de scheid. In een blok? Nee. Iedereen nog even twee tellen van wel. Wat moet jij nou weer? Ga jij eens even weg met het spel, joh. Zeker. Vuile natnek. Wat gaat hij doen? Zo op rood terechtkomen. Ja. Zo nat is zijn nek niet. Nee, voor mij wel. Van het zweet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn fuck god. Off. Fuck off. Dat is geen zin. Nope. Oh. Weet je wat dan gaan doen? Oh mijn god. Dan gaat hij nog wel een rondje, dan komt hij op chance. Wat ga je doen, hè? Er staat niemand. Nee. Ja, een punt. Kunnen we dit overslaan? Kun je het beadrukken alsjeblieft? Ja. Weet je hoe je dat zei dat het echt heel Limburgs kon? Kunnen we het overslaan, hoe je dat zei? Ja. Ik ook echt fucking Limburg. Ik heb dat nog steeds een beetje in me sinds toen ik daar gewerkt heb. Ik merk het ook aan mezelf. Mijn zusje merkt ook, die zegt wel altijd van... Oh, is wel Limburgs. Ik snap Jordi's tactiek niet hoor. Dat is maar gewoon... Waarom? Het is gewoon een mooie echt, woordje. En dan wint Jordi. Echt, dan kun je maar echt al het zuurstof geven. Dan kun je me echt... Dan kun je 1-2 gaan bellen of de 101 in België. Oh, deze weer. Och, jezus. Maar dit is de eerste keer dat het... Oh, nou, jongens, we zijn er wel. Nou, het is de eerste keer dat wij al tegen de CPU zijn, hè. 1-2, het... klik. We moeten het zo doen. 1-2, boom. 1-2, boom. Ja, ik heb geen idee hoe dit moet. Ja, kom op. Piet, die had je. Ik dacht echt dat er iemand bij de raam stond. In mijn ooghoek. Nee. Pak hem dan ook, graftak. Ja, het is inderdaad een graftak. Godverdomme, Piri. Ja hoor, ik wou dat ze net voor de finish ook gewoon, hè? Nou, ja, zijn gewoon super goed. De game staat gewoon lekker nergens op, dat is het gewoon. Wil je nog? Wat? Chips? Ja. Ja, lekker. Ja, je bent toch op laatst aan de beurt, duurt toch nog wel 10 minuten. Voordat je een keer aan de beurt ben jij. Tot over 6 miljoen jaar. Echt, ik ga gewoon... Godver! Lekker. Kutspel. Lekker. Lekker! Ga heel die zak erin duwen. Hele blok ster. Ga gewoon heel die zak erin, man! Jezus, hij gooit weer geen zak erin. Jammer 2 gewoon. Boe! Let's go! Zo, ik hoop echt dat je 2 gooit. Ja, dat had ik al. Mina, wil je nog wat drinken? Ja, alsjeblieft. Is het slot nog niet naar de tering? Dat wel, maar nee. Dat wel. Nou. Hé, ik ben op de bord. Op dit bord? Wat laat dat je bent op de bord? Hé, doe die open. Doe het raam aan. Doe het raam dicht. Doe het raam aan. Ja, dat was inderdaad zo. Het raam ja, dat op. Heb ik vroeger op school gehoord, echt. Nee, het raam was inderdaad open toen je aan het schreeuwen was. Doe je bril aan. Dankjewel. Wat dankjewel. Oh, je zegt tegen Jordi. Ik dacht dat je tegen mij had. Dankjewel. Want je zei precies het moment dat... Nee. Als je tegen mij hebt gefocust, ik heb mijn handen vol. Wat wil je zeggen? Lik hem. Ik dacht, ik zat wel in twijfel, maar... Fuck af, vlieg, ga weg met die chips uit. Zag ben.
Mag nog dat chip doelen? Ken je die niet? Nee. Dat is een meme. Een meme. Kijk, ik ga naar rood. Nou ja, boeien. Waarom ga ik daarheen als jij 20 munten hebt? Gewoon mij op first landen. Nou, zoals je zei, natuurlijk inderdaad bang. Ja, Jordi, je hebt drie glazen ingeschonken, heb chips vervangen en is nu pas aan de beurt. Echt nu. En hij gaat nu zitten. Dit is trouwens echt de meest random episode Mario Party tot nu toe. Deze man. Oh, magibus. Nou. Je had echt een gouden buis verwacht, hè? Nee. Eerlijk gezegd. Die verdient hij ook niet met wat hij aan het rapportje heeft gedaan. Ik als hij zo gebruikt, 1 of 2, dan kan die chance staan. Kan hij al die sterren naar hem transferen. En dan is het, als dat hem lukt, dan heeft hij het gewoon goed gespeeld. Nee, dan was het allemaal tactiek. Allemaal rondjes lopen, dat is helemaal. We hebben alleen rondjes. We hebben alleen rondjes. We moeten wel luigen hier in de pen hekken. Ja, tackle. Nu kan je hem terug, nu mag ik hem terugpakken. Ja, dat wordt weer niks. Ja, die was oefenen, hè? Ja, maar ik heb goed werk. Zo moeilijk is het niet. Nee, zo moeilijk is het niet. Gewoon. Deze is op zich wel goed te doen. Je staat de eerste. Dank u. You be happy? Ik ben happy. Happy the peppy? Don't worry. Ik heb toch een klein beetje lachen. Beetje maar. Dat deel ik. Ik wist het. Ik wist het. Yeah! Hij wist het. Nou, weer een turma zo spelen. We gingen door de gouden buis en daarna kochten we de ster. Ja, het lukte. Het zal nu grappig zijn als hij precies de plek komt waar ze komt, waar Jordi net weg is gegaan. Ja, dat moet je echt komen. Dat zou heerlijk zijn, ja. Ja. Maar ja, dan gooit je 1 of 2 met chance time en dan ben je helemaal feest. Alles tegen de Mario. Dan word ik echt live. Oh mijn god. Oh. Doe nou even voor je allemaal dat het ging gebeuren. Dat is niet waar, dat je bent te dichtbij. Ja. Je kan het in 1 worp halen. Ja, maar dan keuzes. Dit is een hele blok, dus een blok? Ik deze kant blok. Oh. Waluigi. Waluigi, de verliezer! Oh. De verliezer. Jammer joh. De pijp die goud is. Het is ook gewoon iedere keer, als een gouden buis in het spel zit, of op bord, dan is het gewoon een race wie je gouden buis kan verzamelen. Ja, kan geld. Sowieso. Nou, dat gaat mijn doel niet meer. Ik ben voor een Bowser's Revolution nu. Ik ook. We staan ook gewoon gelijk, hè? Ja. 3-3-3-3. 3-3-3-3-3. Ik had niet verwacht dat ik op het bord zou komen. En jij is het derde. Oh mijn god. Ah! Typisch. Ik heb letterlijk rondjes daar gemaakt en dan... Dit noemen ze? Karma. Gerechtigheid. Nou, gerechtigheid kan je niet noemen, want ik zat eigenlijk niemand in de weg. Ik heb niet geschoten. Degene die raak was die van Han. Bonies. Mario time. Oh, voor de Vesa. Actievakje. Faxiakje. 1 of 2. Oh. Huh? Wat? Waarom? Hij wil geen chance time. Nee, ik wou zeggen, je hebt die kans om alles te veranderen, doe je het niet. Nou, maar hij is de vuurnaadser niet, hè? Want alles veranderde toen. Hey, nice. Ik heb jou. Thanks! Ja, maar ik heb geen geld. Ja, maar dat was niet afspraak. Dat is mijn probleem. Versus. Of al het geld wisselen. Met chance time. Ah. Nee, niemand kent die meme? Nee, ik ken die meme niet. Jammer. Wat is meme? Mini, ga mee. Turf in de tuin, dan gaan we weer. Oh, weer die kutboes.
Moeilijk, hè? Iedereen doet gewoon hetzelfde en dan is dat goed. Ja, maar ik heb echt geteld. Ik ook. Okay. Want ik wacht als eerste 21. Ja, ik wacht altijd met tellen. Of klikken totdat ik het echt zeker weet. Ik heb 3 keer na moeten tellen. Toen zag ik Jordi 22, maar toen zag Jordi dat we allebei 21 hadden. Toen gingen we ook maar naar 21. Zo niet dat het niet zo is. Doe maar net alsof je het niet hebt gehoord. Ik zou best wel 1 willen gooien of zo. Nou, dan doe je dat. Heb vertrouwen, gooi 1. Kaboom. Nee, je pakt me niet terug? Nee. Ah, je grappie toch kan lukken, toch? Ken je gewoon toch? Hier 14 coins, daar doe ik het wel voor. 27. 27. Oh, dit is wat minder. Revolution. Revolution. Nee. Ja, Bowser deelt uit. Wordt erger. Wordt vele malen erger. Gaat mijn ster weg? Oeh, die zou best wel kunnen. Yeah. Oh, kut. Nou, dit valt mee. Dit is maar 10 munten. Zijn je munten voor mij? Zeg niet of het al je munten is. Nee. Dus. Oh, die weer. Oké, duidelijke taal. Zo, maar je bent al de lul. Dat zou mooi zijn. Hij speelt wel met zijn leven, hè, die Mario. Wat ben je aan het doen? Je bent mij aan het hakken, dus... Ja, pleur op. Jij loopt even tegen mij aan. Yo, Jordi, wat is de clutch! Yo! Ja, ik kan niet 2 keer. Ja. Wij konden dat ook niet ontwijken meer. We werden ingeschoten door 2 ballen. Hoeveel tijd was er nog? Ja, best wel wat nog hoor. Aardig. Je hebt nooit geen geld. Wat luigie? Dit is wel sad. Wat? Serieus, ik moet zo niet van deze game. Ja, de volgende ronde is toch geen geld in. Juist. Ik had liever de 3 gehad, maar ja, fuck it. Hebbes! Hebbes! Gaat goed hoor. Ik heb overgeven hier. Wil je het ook overgeven? Het is zo gebeurd hoor. Laten we dat maar niet doen. 2, 1, 1, 1. Kut! 2, is dat kut? Nou, die actievakje, dat is mis. Ik had liever op versus gehad. Oh ja, dat snap ik wel. Nothing of value was lost. Fuck off. Ik wist het. Waarom wist ik het ook? Godverdomme. Hij heeft nu op een gouden buis. Nee. Dat is een boel. Boel, boel, bel. Dit zie ik. Dat zien jullie niet, maar Jordi heeft zijn antwoord over. Maar Jordi, stel je had hem gehad, wie had je ster gehad? Eerlijk zeggen. Kan ik eens oh ja, ik heb 60 dingen. Ja, maar wie had je ster gehad? Ik heb nog geen idee. Nee, maar als je dat gehad, wat voor wie had je ster gehad? Nou, dat had ik tot de laatste beurt gewacht. Niet te lopen de bank. Oké. Okay. Waarom niet? Jij hebt toch geld nodig? Kut! Jij hebt me afgeroepen, hè? Sorry, maar... Godverdomme. Volgens mij heb je ook niet genoeg aan 1 minigame winnen. Nee, klopt. Ja, maar huh? Mits ik weer 1 gooi. Wat gebeurt er? Ja, als je terug gaat, dan ben je klaar. Jij gaat nu zeggen allemaal een bullshit, zeg. What the fuck? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik wel hoor. Vrolijk word je er niet van. Ik denk niet dat je wint. Wie, ik? Ja. Ah joh man, lekker boeiend, hij is rond. Ik vind dat hij heel mooi... Hij heeft een heel mooi gebit. Ik ben bang dat het Mario deze wint. Nou, ik ben bang, ik weet het wel zeker. Kijk eens, hoppa. Hij staat op super moeilijk. Yo, mental. Who the fuck? Hoe dan? Nou, dat jij wint met 89 is niet zo heel gek, maar dat Mario zo laag had. Ja, maar zijn, als ik heel eerlijk ben, die van hem was niet echt, vooral bij de tanden, niet echt goed, zeg maar. Nee, eens.
Vandaar dat ik al tegen jou zei van die ga je niet winnen. Maar wat hij van mij deed was heel bijzonder, maar het zal wel. Ja, wat doe je? Godverdomme. Denk aan de happening space. Heat Death of the Universe is geen optie om te wachten. Ja, je komt er niet bij uit als je op die manier doet, maar ja. Yo game. Peace man. Mag ik twee? 80. Tas. Almanak gooiden. Je kunt geen superster worden, wat jammer nou. Nou, dat wordt... Oh mijn god. Oh mijn god. Wat is er aan de hand? Ik weet het al. Fuck my life. Hey, wat versus? Ja, nee, dat boeit me niet. Ik bedenk me nu ineens wat. Kut. Nou, voor wel geld. Ik ga eerst mijn best doen. Oh, je staat in de middelste rij, ja. Oh, oh shit. Oh my fucking god. Nou, toegeven, als jij deze niet wint of wat dan ook gebeurt, hoef ik niks te doen. Want dan heb je toch 0 munten. Ah, Pokepummel stond erbij. Ah, deze vind ik niet leuk. Ja, jammer dan. We moeten het maar mee doen. Hoe kan Mario voorstaan? Ja, dat is een zeer goede vraag. Nou, harder dan dit kan ik niet hoor. Shit. Shit, 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 net aan. Wat? Hoe dan? Ik snap er geen kut van. Ik raakte net op. Ik push even hard als altijd. Je hebt gewonnen hoor. Ja. Ja, weet ik, maar ik push even hard als altijd. En nu win ik ineens. Ik raakte net een bom op het einde. Ik was klaar. Jongens, zeg maar dat tegen je geld. Ja. Met jullie aardig doet? Nee. Ik denk dat het juist beter is als gewoon al het geld weggaat dan. Oh, he makes sure. Oh, fuck sakes. En dan nog genoeg voor de fucking sterren ook. Kransloos. Nee, sterren heb ik niet genoeg voor. Ja, als je naar beneden gaat. Als je naar beneden gaat. Nee, het is 15, ik heb 13. Ja, dus? Je kan toch eens zeggen, ha? Hoezo, ik maak niet uit waar ik naartoe liep. Je was toch geraakt. Kaboom. Oh, sorry. Sorry, dat was niet de bedoeling. Fysiek, dat was echt niet de bedoeling. Ik heb die controles op me gegooid. Fysiek geweld hier wel. Ik hoopte hem eigenlijk hier tussen te gooien. Sorry. Geeft niks, dat kwam niet hard aan. Bowser's munt is trouwens nu geüpgraded naar sterrenstraal. Ja, dat was vet geweest. Lul, nog een rondje, godverdomme. Ja, en nog een rondje. Godverdomme. Ja, nu gaat hij wel. Nu vind ik zwak. Nu vind ik ook zwak. Nee. Stop, zwak. Nou, iedereen is wel zijn geld kwijt. Oeh. Oh, warm naar keuze. Ja. Dat is inderdaad een mooie. Ja, mooie. Zo, ik ben er kwijt, sorry. Ik niet. Ja, dat is die. Hey, kijk, mooie kleur. Hebbes! Kutspel. Hoezo, we staan eerst allebei. Ja, yeah. Ik zie het al helemaal gebeuren. Oh, Mini, oh, dat moeten we wel even inhouden. Oh, nou lekker band, heb ik al. Deze is GG. Ik zou niks meer doen als ik. Ik zou gewoon niet eens bewegen als ik jou was. Ja. Maar deze kan je toch bang weinig doen. Ik kan wel gaan duiken, maar dat blijft. Ik heb al een keer gewonnen hoor. Nee, ik vind dit geen leuke minigame. Is het ook? Er komt ook al, bijna, er is bijna geen enkele minigame van Mario Party 1, 2 en 3 die leuk is. Ja, die touwtjes springen over die vuur. Vind je? Die vind ik echt schrik. Die vind ik wel leuk, maar... Als Toad nu zegt tot Birdo wint, word ik lijp. Nee, tot Mario. Mario. Dat moeten we nog zien, hè? Toch moet dat zeggen. Vond moet zeggen. Hij heeft nog nooit de first one uitgekocht. Mario. Gouden buis. Oh, 20 punten. Ja, laat hem maar niet bij het boek komen.
Uit wie zou dan kiezen tussen ons? Ja, we hebben allebei veel muntjes. Ja. Dan was het gewoon in de mutten, denk ik. Oh, battelen, leuk. Lewijgi. Dat we deze game eigenlijk zonder audio spelen. Leuk als het een audiogame is. Hoezo? Je hoort audio? Ja, toch? Niet heel hard. Oh, nee, ik hoor hem niet hoor. Je hoort de audio niet. Spannend. Nu gaan we een spannende battle krijgen. Ja. Oh, all in. Let's go. Ja, je doet het of je doet het niet, hè? Precies. Nee, we hadden toch scheid gezegd aan alles nu. Iedereen klaar? Start. Moeten we dan weer zo door die... Oh, ja, wat is dit? Nee. Deze wil ik niet. Deze is zo makkelijk, man. Gewoon timer. Ja, shit. Ik zat op het trage liaan. Ja, voor mijn gevoel zijn de lianen RNG. Ah. Net niet. Hier, deze, what the fuck? Ja, hier, en ik spring er ook naast. Het is RNG gewoon, maar RNG manipulation. Nee, net, ja. Daar was het. Een paar keer misgesprongen en een paar keer op een trage liaan die gewoon niet wilde. Wil je die andere toe? Precies. Nou. Wat? Luig, ik krijg 40 munten. Sorry. Dat was een skate. Nee, ik krijg wel nog een voorwerp. Gouden buis. Nee, denk ik niet. Schiet. Je wilde voor de 3 gaan. Ja, maar de 2 is ook leuk. Zeker. Ik heb misschien om mijn been op tafel te leggen, maar dan maakt het de recording dan als je een fucked up wordt. Goed. We hebben ook nog een beetje ASMR voor iedereen. Die hebben het zistelspaar. Parcel. Ah. Oh, wat nak gooien. Tas! Ik heb hier opeens een Turk. Wat deze? Wat deze? En dan moeten we weer terug naar België. We zijn wel in België. België. Touché. Touché. Kut. Ik denk Milan. Ik had beter die battle game niet kunnen winnen. Oh, echt voor. Huh? Ik niet snap. Neugri. Ik niet snap. Ik wel. Hij is echt goede speler. Nou, niemand zit erop. Is het zeker? Ja. Niemand zit erop. Maar ik snap ook niet, waarom moet die cutscene afspelen als er toch niemand staat? Geen idee. Ik heb nog nooit zoveel die laserstraal voorbij zien komen. Ik heb wel eens een serieus potje gehad dat die laserstraal niet eens gebruikt was. Ja, ik ook. Maar volgens mij oorspronkelijk ging je ook niet af als er niks in stond. Jawel, ging die ook af. Ah. Maar je zou toch zeggen dat mensen tot zo'n paar QOL functies hadden. Nu wel. Genoeg. I knew it. I fucking knew it. De bank van de Koopa in. Hey Jordi. Van harte. Dank je. Bieden ze. Win de game voor 4. Nee, spelletje voor 4. Commotie om een kiekje. Ah, scheidgame. Nou ja, beter dan dat het een battle game is. Hier komen Mario Graftak. Ik snap nooit, want Mario wint. Ik werd afgeduwd net op het einde. Met die foto! Ik snap bij deze game niet. Altijd denk ik dat ik vooraan zit, maar daar zit ik niet vooraan. Ja. Ik vind hem wel leuk, je zit nou achter het actieve binnen. Ja. Oh, we krijgen allemaal 3 munten. Pity. Nee, die pity hebben we allemaal over. Quattro ronde stugo. Quattro stagioni? Ja, jij pak hem, laat maar. Jong, dan moet ik 9 of 10 gooien. Dat is niet genoeg. Mooi, lekker.
Dat is nog goed ontwaard. Het schiet ons gewoon. Oh, het schiet ons ook niet weg. Op naar de sterren. Daar voorbij. Toen Infinity en Beyond. Blijft een leuke film. Waar luik je? Dat is ook niet genoeg. Jordi gaat wel genoeg van de week geloven. Nee, denk ik niet. Ja, of hij geldt gegarandeerd met ons. God, wat zou deze jongen toch doen? Ja, ik ga hem toch niet halen, dus... You... Heel bijzonder. Wat? Bijzondere keus. Hoezo? Ik kan toch nog gewoon veel te weinig gooien en Jordi kan ook nog veel te weinig gooien. Auw! God voor mijn stroombootje! Kut! Ah, tyfus! Ja, telefoon voor Harm, telefoon voor Harm. Ring, ring. Die doet wel. Ah, oh, dat is echt de ergste. Die gat in de muur. Tering, ja, mooi. Gat in de muur. Dag, morgen. Ja. Hé! Hey, wat een vuile bitch! Oh, nou. Mario te staan. Dat is een beetje ook. Jezus, wat een kutspel. Los, kut leven. Los spel op kut de kut leven. Hi. Ha. I oh. Want a kut. Uh-oh. If you be my girl. Oh. Jezus. Jezus, Jen. Ik ben gesloopt. God, ik kan weer een ster halen gelijk achteraan. Net aan of net niet? Het moest een stuk lopen, hè? Dat zou ik echt heel... Wauw, wat een nee, kutspel. Nee, net, hè? Leuk, leuk gemaakt. En dan volgende weer net twee stappen, of één stap net naast hem. Ja, dit volgende vakje passen we heel veel aan. Ik vraag me af hoe leuk Drunk Mario Party is. Ik denk dat er dan eerder dingen worden gegooid dan dat... Nou, zo had het niet geschild. Als hij drie dubbel doelblok had gehad, had hij drie sterren in één keer. Waarom heb ik daar over mijn keuze? Hij had gewoon drie sterren kunnen pakken in één keer. Hij is nu ook weer onderweg. Ja. Vuile lopnek. Wat een aardig lekker zeg. Jezus. Heet het? Minigame! Ping, ping, ping! Voor Quattro. Een goede bui. Pokieslag! Nee! Alweer deze. Deze vind ik ook wel. Ja, sommige dingen vallen gewoon in herhaling, hè? Zeker als je een bepaalde minigame heel graag wil doen. Oh, kut. Nou, dit is niet mijn potje. Dit heb ik al in gehaald. Helemaal niet erbij. Goedemiddag. Ik denk dat Jordi heeft gewonnen. Ik ben een paar keer neergehaald, ik betwijfel het. Ik heb verloren, hoe dan ook. Oh! Ja. Kaboom! Het had niet veel verschild, zoals als ik zo ben. Ja. Ik vind het echt een schijtspel. Dat mag. Ik vind het wel een leuke. Jezus. Ik glijs van die glibber straks van die wank af. Zo warm heb ik. Oh. Ik vraag me echt af hoe warm het hier naar binnen jou is. Waarom? Ik heb het gevoel dat ik in een auto zit die op slot is in het hitte. Fuck off. Echt? Nee toch? Nee. Oké. Okay. Dat lijkt heel vaak zo inderdaad. Dat die mening deel ik. 15 muntjes. Ah, dat is de laatste die ik wil. Hoezo? Je hebt toch 10 munten nodig? Ja, maar ik kan het al bijna niet meer halen. Weet je hoe ver dat is? Ja, dat is waar. Nou, kom op game, je kan het. Oh, je hebt ook nog zo'n blok. Nou, dit wordt een feest. Ja. Nice. Goed. Ja. Nou, weten we wie de winnaar is? Hoezo? Ik wil het niet weten. Oh, dat is wel zuur. Ja, niet zo zuur. Nou, denk ik niet. Het zal 6 minuten kosten, zeker. Nee, het kostte 5. Hoezo weet je wie de winnaar is trouwens? Want we hebben nog 2 rondes. Ja. Misschien spant hij wel voor jou neus, wat jij wil. Ja, ik denk het ook. Nou, we gaan het zien. Nee. Nee hoor. Zie. Bijna van Mario's neus weer. Alweer. Ja, maar hij moet naar boven, hè?
Kijk eens wie daar staat. Oh, wat is dat? Ik heb nog geen geld. 5 muntjes weggeloren. Hey, nice. Oeh, er komen hier muntjes. Een dubbel dubbel blok. Dubbel dubbel blok. Netjes. Ja, dan moet je echt butten meestal als een man in Milan, want dan gaat van mij echt geen geld jatten. Nee, dat weet ik. Oh, dan, als je niet meer dan, als je niet minder dan 10 zijn. Nou, ook al is het 9 als je de minigame bent, heb je weer genoeg. Oeh, dat was niet zo'n goeie. Nee, dat werken we. Niet zo bijzonder weer genoeg. In een blok, ster. Oh, ik ben blij dat jij niet oplet, zeg. Wat? Ja, met mij moeten wisselen. Ik sta een paar stappen voor de ster. Ja, maar joh, die gaat weer een rondje lopen nu. Oh mijn god. Waarom ga je nou voor het blokje als je al klaar bent? Voor een onderste laatste ronde, dat denk je. Nog. Ja, nog zeker twee, wel. Nog twee. Nee, nog één. Nee, ja, nog twee. Echt? Ja. Heb ik zo veel gezopen? Is hij alweer leeg? Ja. Godverdomme. Volgende. Ja, nou zeker. Ze zijn lekker, man. Je moest toch suiker niet. Ja, dat denk ik ook. Godver. Suik even bijna 2 liter radler weg. Ja, bijna. Suik gewoon 2 liter radler weg. Plantblok. Nou, laat maar. Onze kampioen is niet. Ik win dit toch nooit. Zullen we gewoon allemaal onze controle gewoon neerleggen? Maar ik wil zeggen, ik ga even een rondje radel drinken. Ik ga wel proberen. Nou, succes ermee. Ik wil als eerste 100 punten scoren. Hoezo kan hij zo snel? Dat is niet eerlijk. Ik kan niet zo snel. Als je naar mee doet wel? Nee, ook niet. Ik ben niet zo snel als hem hoor. Hij kan veel sneller. Kijk dan wat hij doet. Ja, het gaat voor geen meter. Nog een kilometer. Nee. Godverdomme. Ah, ik kan niet over dwars. Dat is kut. Leuk. Ik ben nog tweede geworden ook. Ja, 29-26, ja. Wow. Kom 7 of 6. Heb ik nog iets eigenlijk? Nee. Godverdomme, ik haat het spel echt. Ga naar Bowser ook. Nee. Wat heb ik? Dubbelblok. Ja, maar je hebt het al niet voor. En voor Boer kom je tekort. Ja, maar ik wil Mario zijn geld afjatten. Ah, ver af. Als we gewoon zorgen dat het 30 is. Dus. Dat is niet genoeg. God. Ja, maar ik wil Mio de ster gunnen. Uh-huh. Ja, maar dan is hij voor Jordi. Oh nee. Deze. Ja. Deze is wel leuk. Deze is leuker dan die andere. Oh, jullie hebben 1 meer. Nou, het is even, dus jij kan nog nooit uit. Nee. 32, ja.
heb ik net één keer veel getikt. Ik vind het ook raar als je deze niet op één keer op B kan drukken ofzo. Ja, maar dat maakt dit juist een leuke minigame. Ja, je kan die manipuleren. Ja. Pity. Er staan gewoon 4 flessen Amstel ratelijk 2% van mijn neus. Het is echt ongelooflijk. Is er nog niks teruggebracht naar de keuken? Nee. Wat dacht je dan? Ik dacht dat ik er al meer op had. Nee. Dan heb ik er, dus heb ik er vandaag alleen op? Nee. Want ik heb natuurlijk nog gereden. Ja. Nou, je moet me nu niet meer laten rijden hoor, want dan... Lekker man. Dan drink ik nooit alcohol in het jaar, dan ben ik op vakantie en ik zuip alleen maar. Je hebt een sterntje. Niet weer links, niet weer links, niet weer links, niet weer links. Krijg de tyfus. Echt, krijg ebola. Maar de tyfus, dat is één stap voor. Ja. Je kan zo de meeting even binnen. Nee, kijk weer naar waar, waar meneer is. Wat een onzin. Wat een tyfusspel is dit, zeg. Jezus. Wat een onzin. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij heeft dus 4 sterren waarvan ik beide sterren, dus 2 sterren, iedere keer achter elkaar kunnen krijgen. De ziektes en dat soort enzymen. Echt wel. Ik ben helemaal klaar. Ik ben echt klaar mee. Dan wint hij ook nog zeker. Bloedhond. Ik kan hem wel naaien. Ik weet niet dat we dat dan hebben. Nou ja, ik ga hem wel shutdownen. Dat ik in ieder geval de volgende ronde geen geld heb. Jordi, even één vraag. Ja. Niet doen. Niet doen. Oh, ja. Niet doen. Oh, dat haalt hij ook niet. Ja. Ah, ik ook niet met deze. Helemaal ik had het wel leuk gevonden eigenlijk. Ja, maar dan ben je twee man. De nul! Ja, dan kan ik nog meer. Oh, 3 man! Oh ja, ik ook, ja. Kut hoor. Waarom heb je letterlijk ook geen klant aan? Wat is er? Wat is er? Ik ben als eerste een beurt, ja. Ja, dus? Ja, jij staat er. Mario staat er, dus. Kantine! Je gaat sowieso een ronde lopen. Waarom? Je bent niet eens in de buurt. Je bent niet eens in de buurt! Ja, punt. Dat je niet in de buurt bent, dat je er dus niks aan hebt, terwijl je ook andere dingen had kunnen pakken bij je. Dat is best een goed punt. Nee, vind ik niet. Hoeveel spaces sta je ervoor dan? 3 volgens mij. Oh, laat je alsjeblieft 1 of 2 gooien alsjeblieft. Ja, dan ga ik echt niet. Binnen de lijntjes! Oh, dit is zo'n kut minigame. Nou jongens, wees blij dat ik gezopen heb. Oh, hoezo kan dat ding ook nog bewegen? Wat is dit? Speed. Ik tel niet mee, maar oké. Okay. Hallo, Mario. Yo, brother. Yo, wat ben je aan het doen, chef? Chef! Goderaleier. Wat een kut. Ah! Hoegetoeter. Appelnak gooiden. Tas. Goed genoeg. We hadden er eentje gekregen. Wat? Ja. Jullie zetten een streep door de toot heen krijgen, punt. Onthoofd de toot stellen niet mee, jammer hè. Dat was echt een heel discutabel puntje was dat. Laatste ronde. Kom op, gun me in ieder geval dit. Nee. 2. Het is echt niet te geloven, ik vind het gewoon echt niet eens leuk. Ik vind het gewoon niet eens leuk. 1. Ja, maar ik zorg ervoor dat ik in ieder geval, mocht het gelijkspel worden, tot ik qua munten 2-2. Goed, ik ga in ieder geval niet winnen. Je hebt de vorige bottel gewonnen, man. Nou en? Die daarvoor ook. Ja, dus. Dat maakt niet uit. Hoeveel heb ik nog over? 9? Ja. YOLO, ik heb geen idee. Je komt op een lucky vakje. Echt? Ja. Nice. Laser! Beam! Wie dan is geïrriteerd? Ja, 3 beurten achter elkaar gooi ik niet genoeg. Eeuw. Ah joh man, laat de andere ook eens een keer winnen van het ervaren en plezier. Oké, maar waarom ben ik dan niet?
Ja, ja, jij loopt 20.000 rondjes met je bek. Jij verdient ook niet om te winnen. Godverdomme. Betalen, bitch. Ja, en vervolgens krijg ik mijn geld weer terug. Ik krijg gewoon ook mijn geld terug, 7. Mag ik eerst staan. Ja. Nou, mooi. Dat is klaar, joh. Als die klopkaak maar niet ergens op terecht komt. Maar moet je nou wel lachen? Klopkaak. Ja, is het. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Hij heeft geen coins. Thank the Lord. Nu krijg ik coins dat trigger dat doel. Niet 15, niet 5. Krijg de schurf. Wat zeggen jullie best? Hij wil in dat rondje eigenlijk. Ja, hij wil het rondje. Godverdomme. Nee, daarom heeft hij de skeleton key gekocht en nu ja. Nee! Nee! Jetstime Endgame! Jetstime! Dat is fucking vet! Jetstime! Jetstime! Dit is fucking episch. Dat wist jij niet. Dat wist ik wel. Ja, dikke lul man. Dat was mijn hele plan de hele tijd. Ja, maar aars. Dus zolang nog... Oh mijn god. Als het zeg is, loop ik weg. Oh! Maakt niet uit wie het is. Als hij nu wint, is dit content. Fuck off! De laatste minigame gaat mee. Wat een onzin. Dit is echt. Als je dit wint... Nou, nu win, moet je ook winnen. Wat is dit? Dit moet online gezet. Dat was sowieso online. Yeah. You, succes ermee. Nou, dit is hem niet. Jullie gaan niet eens wat doen. Ik denk dat ik me gewonnen heb ook. Nee, ik zat iedere keer te kijken naar die gouden goemel, maar die wilde maar niet erin. Ja, dat is leeg. Wow. Tas. Nou jongens, hij heeft sterren, dus echt als jullie nu wint word ik lijp. dat wordt een TikTokje dan, denk ik. Mm-hmm. Maar deze past sowieso goed op TikTok. Nou, ik heb niks gewinkeld. Ik ook niet. Yo. Ik ook niet. En Mario. Oh, Mario. Ik heb 1 gouden buis gekocht. Ja. Maar als minstens stappen. Luigi. En Birdo? Nee. Ik win. Dan heb je... Ik win. Ik vind het wel jammer dat je niet gewonnen hebt. Ik had het heel mooi gevonden als einde, maar... Nou, heb ik al gewonnen. Maar ja, ik had ten eerste geen winkel. Ik heb niet heel veel stappen gezet, ook niet heel weinig stappen. Ik ben echt benieuwd naar de details. Jordi dus... Wat? Nee. Oh. Ik moet nog laatst... Ik kreeg even een hart voor zo. Ik denk, huh? Ja. Geweldig spel. Oké, winkel heb ik sowieso niet. Schuifelaar laat ik even voor checken. Ik heb gewonnen doordat ik een gouden buis heb gekocht. Ja. Jongen, die is tweede. Hoor je ook niet vaak. Wat is dit voor potje geweest? Details. Eens even kijken. Schuifelaar. Ja. Ze worden 10 stappen. Nou, kijk eens even hoeveel er is. 161, hè? De minste, zeg ik het over, dat scheelde 10 stappen. Ja, met jou. Ja. Dus doordat Jordi rondjes hebt gelopen, heeft het alsnog in het gehad. Nee. Even kijken hoor, want coins. Aantal, die heb ik. Minigames heb ik? Huh? Oké. Okay. Ja, in het begin ging het heel goed. Ja, in het begin ging het goed. Voorweb vakjes, deze, chance time, lucky space, pauze. Ik heb maar 1 ster gehad. Als de ster weggehaald, heb je voor gewonnen. En nu, als een keer een stickerster was geweest, heb je gewonnen. Heb je het gek? Ja, woep. die buiging omhoog. Gaat. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Het was een rollercoaster ride. Maar het was wel weer een goud moment Mario Party. Bedankt voor het kijken. Doei.